testen. Wat ik eigenlijk bedoel met Wipeout Humanity, bedoel ik, ze hebben daar like, nieuwe wereld. Wees ik niet. Zo, de cyber-elf zijn, de baby-elf zijn dood. Yay. Fuck hun. En een sports baby murder. Yes, I do. Kill baby Hitler. No questions asked. No questions. Zo, ondertussen... Phantom gaf ons een mooi cadeautje na het einde van de vorige level. En dat is like de ultimate footing. Ultimate shoes. Weet je, alle... Wat betekent alle food, is, like, food upgrades die je kreeg? Weet je wel, double jump op water, fucking al dat shit. Zit in die schoen. Alles. En zo ja, tijd om dit af te maken, naar de laatste level. Zinsel. Zal ik, wat andere schoenen hebben we nog meer? Like, we hebben de double jump, de water jump, we hebben de spike shoes, waardoor we niet glijden over ijs. We hebben de shadow dash, waardoor we like, door vijanden heen kunnen dashen. We hebben de quick boots, waardoor we nu ook sneller kunnen rennen. Is er nog iets anders dat ik mis? Ja. Yeah. Oh, ik heb de frog shoes, waardoor ik like, minder snel van muren afglij. En de ultimate shoes zijn dus deze nice little packaging. En als er nog één schoen dat je schoenen vergeet. Please. Stylish sandals. Ze doen niks, maar ze zien er goed uit wanneer je op de stand gaat. Ah, yeah. You know, it's like, it's the fucking shoes die fucking Mega Man al de hele tijd X de hele tijd zoekt. Maar, you know, Zero heeft ze. In Hawaii. Nee, Zero heeft ze hier. Hij zegt, fuck jou, Hawaii. I know that you went there. You fucking dick. No, I was in... Hawaii, is a different place, I swear. Yeah, sure, whatever, dick. Gaat daar naartoe zonder mij uit te nodigen en alles. Ik had al mijn buddies waren en shit. Zou ik zitten kijken naar concept art van Shiro van No Game No Life? Is dat echt, like, deze, like, prinses kostuum? Mhm. Of deze, like, boerin kostuum. Interesting. So, there's a bus rush. I'm just coming through. I see. Man, dus dat interessant hoor. Waarom de fucking boerenkleding dan? Weet je, toen ze nog in de, het is like, bij het eerste stukje gewoon in de wereld kwamen en zo, en ze hadden like, deze like, cloth aan en shit, toch? Mm-hmm. Waarschijnlijk daarom, like, like, deze, like, wanneer, dat ze like, het begin weer van die armor kleding zouden dragen of zoiets. I see. En Shiro bleef gewoon een beetje hangen of zo. Ik guess dat is waarvoor het was. Interessant, het is interessant ook. Ja, dat wel. Nou, de Shadow Boots zorgen er ook voor dat je door items heen kan dashen. De Absorber, a.k.a. No Knockback. Wanneer schade krijgt. Well, came through. Well, I came, I suppose. Well, thank you. Now I have double the lives. Ik heb al 9 levens. Ik heb 9 levens, maar what the fuck happened? Fucking hell. You know, dit is wat ik altijd zeg. Ik hou van fucking level design.
Met screen, wat is dat ook eens? Screen cramping. Screen crunch? Ja, screen crunch. Sommige mensen gaven fucking ZX Advance schuld ervoor. Like shit ervoor. Ik herinner me niet echt per se iets in dat spel wat echt heel erg was met screen crunch. Nou, ik heb zeg maar wat review video's gezien van de Mega Man Zero franchise, als je Mega Man Zero ZX. You do understand, don't you, that I have no time for your petty games. So let's finish this once and for all, shall we? How pitiful. Of course I replied like you would never understand the joy of ruling all that you see. Only a human could possibly understand a human? That's right, I'm bona fide human, the creator of Weploids, a human being. The desire for power, the joy of making everything work for you, you have no way of experiencing this. Without a human brain, it's the ultimate joy. No mere Weploid could understand that. I bet most decent humans wouldn't understand either. You look like just another Maverick to me, and all I gotta do is dispose of you like any other Maverick. Good, good! Good, good! Let the hate flow through you! Oh, Zero! You were a fun guy, Zero. I'd like to play some more, but it's time we parted. I have some more fun surprises left in store for you. Enjoy them to the last, Zero. I'm gonna fuck you up! Oh, het staat voor Omega Gold en met zijn fucking zwaard en alles. Hij doet drie steps en de derde step heeft dit ook. Fucking stenen. Oh, tenminste gebruik ik zijn zwaard dit keer. En voor de rest is het dezelfde baasgevecht als ronde 1. You know, it's just amazing though, Omega is zo fucking groot, dus elke fucking klap die je doet, is het doet mijn ogen eigenlijk pijn voor een of andere reden. Fucking geflikker. Oh, fucking dikke. Not bad, Zero, but Omega's true power is much greater than you've been led to expect. Go get him, we can release the power of the Dark Elf. Nee, hij heeft de hele arena vernietigd. Nou, dat cool ass wordt in de achtergrond. Hij gaat het nooit gebruiken. Ik vind het leuk hoe ze, Het is Omega, maar dan is het Zero en X samen. Ja. Zo. Hij heeft volgende avond deze rainbow puke, wat je zo'n beetje volgt. Dan heeft hij deze orange shit, dat zo'n beetje vastgrijpt naar de horn brengt. Het is zo'n beetje bedoeld om je in de pit te gooien. En volgens mij heeft hij ook nog eens een mega laser die hij gaat afvuren, dat van de Mega Man kant komt, van de X kant. Volgens mij was dat het. Om deze avond ontwijk ik gewoon dash eronder door, om het zo te zeggen. In het NSP stopt racism. Ja, maar kijk. En hier deze plek toch, Jess? Wat is this place? This is where I was sleeping. Excellent, Zero. Your powers is extraordinary for a mere fake. Fake? You, the legendary Weploid, you fool. Those resistance losers just decided to call the Weploid. They found here Zero for some reason. You may be Zero in a way, but you are still merely a copy. You're no legendary hero at all. You're just a reproduction. You thought you were a hero all along, didn't you?
Never suspecting that you were a mere copy, that was a joke. Omega himself is the one and only original Zero. You're just a copy of him. The original Zero? Why is he your slave then? He's a bloodthirsty god of destruction. All I did was upgrade him to draw out all of his power. Alright Omega, or should I say original Zero, time to wake this pitiful fake from the century long dream. Hop. Het is tijd om tegen onszelf te vechten. Hij heeft de triple slash en een tar... Je hebt niet de betere muziek erbij gegaan, ooit. Nee, wel zit in de originele te spelen, zeg maar zo. Ja, maar... I get your boner voor de betere versies, right? Alright, maar zo... De originele is... Omega heeft dus like een triple slash combo, deze slash wave. En kan ook de charge slash doen wat like rotsen laat vallen. En dan heeft hij ook deze power wave die hij deed. Als je dat raakt, dan verhield hij zichzelf juist. Zo. Dan moet je juist niet aanvallen. En de buster combo zoals je hier ziet. En een shoryuken. Because why not? Het is zo'n beetje lijkt de moeilijkste gevecht. Met genoeg subtanks. En geen no damage run. Dus dat kan je het gewoon doen. Fucking hell, ze wisten dat het 10 minuten lang is en ze geven nog steeds 20 punten, like de maximum punten ervoor. Ah, yeah! A B. A fitting way to end this. Gloop. Ik ging hier watch, but don't interfere. Don't forget. I hold the lives of all humans and weapons in my hands. Oh no. Zero, what are you doing? Hurry, stand up. Hey, I'm here to get a little payback, Omega. Time to straighten the record. You guys couldn't even beat me, what are you gonna do against him? He can't do anything in his current state. Ah, Dark Elf, shut them up! Zero! What is it, Dark Elf? The Dark Elf's curse is fading. Who is that, X? That's right, Will. Just like a century ago, I worked with Zero to defeat this Omega then. And we saved the world from your greedy clutches. Just like a century ago, the defeated Omega is using your original body. That's all. Your current body may be a copy, but your heart is the real thing. Alright, now's the time. While the Dark Elf's power is weak, time to finish what you started a century ago. Zero! Zero, don't do this! That's your original body! Don't you feel any attachment? Nah, not really. That's not my original body. Look at him. He looks totally different from the X series. I know, right? Give me my original body, you fucking dicks. Yeah, my super original body. Or die. Can't you hear me, Zero? My energy is almost all spent. I can't stay in this world much longer. I want to leave this world in your care. The threat Val represents was not... I want you to protect humans and Webvoids. Zero, you can do it. You can... About you, Mr. Zero. You were great consciousness. What a relief. Hey, everyone. Mr. Zero's awakened. He's alright. Yahoo! Where is this? The resistance base? Who could have? Zero.
Maybe the real zero where the fans be made along the way. That doesn't make... You know, that does make sense. She brought you back here. It'll... What a warm and gentle light, Mother Elf. Has Wild Curse been broken? It was a curse? Shouldn't we follow her? She's finally free. There's still all, but let her go in peace for now. I just don't see anything wrong with this idea. Next, told me about you, Zero. Really? I know you're not worried about the thing, but even if your body is a copy, as long as your heart is in your own, you are Zero, and a one and only Zero. Everything will return to zero. Get it? Yeah. I am. Yes. From zero. Hero to zero. No, wait. Nou, Jess. Opinions? Mening? Wat vind je ervan? Ah! Ik zou een vergelijking willen hebben met Zero 2, maar ik heb het spel niet eens gespeeld of zo, weet je wel. Oh, dat is de Steam versie. Ja. Buiten dat, ik weet niet veel te zeggen. De sound klinkt oké, I guess. Ik vond Zero 2 nog steeds wat meer energieker, zou ik zeggen. Zero 3 heeft wel wat interessante mechanics erbij, maar fuck de ranking shit en fuck de... Like screen crunch hier en daar. Like, ik zag wel wat momenten waar echt iets kwam gewoon tevoorschijn. Terwijl je helemaal niks aan doen. Je moest gewoon maar weten dat er was. Ja, het is eigenlijk gezegd. Zero 2 voelde daar beter mee. Het verhaal voelde legit interessant. Wel buiten het feit dat wel duidelijk slecht is en ik zoiets had van. Weet je wat? Ik denk dat hij wel goed is. We'll be fine. Maar dit is wel een redelijk interessant verhaal. Weet je, vooral voor een Mega Man spel. Meestal zijn Mega Man spellen bekend voor like hun Mac verhaal. Of gewoon bad shit, what the fuck. Kind of shit. Buiten dat al, als ik niet, like, veel wat ik heb gezegd over Zero 2 komt waarschijnlijk ook ter plekke hier in Zero 3. Buiten de kritiek dat ik erop gaf. De graphics zijn nog steeds hetzelfde, dus een beetje. Like, zien er wel iets beter uit, I guess. En de pictures are nice. De CG's. Mm-hmm. That's like, nou, ik kan niet zoveel ervan over zeggen. Snel komt ook geduldig omdat ik gewoon veel te moe ben. Dus ik laat daar net eens over. Maar ik ben 0-3. In het geval van like, wat het heeft erbij gedaan in de mechanics is het wel heel erg leuk. De recoil rod is een goede addition to the arsenal dat Zero heeft. En in het geval van like, de Cyber Elf mechanic die erbij is gedaan, it's like, ik vind deze mechanic volgens mij een van de beste mechanics die er is. Want, you know, het van de ene kant het laat like, zelfs personen die ding willen doen, you know, no damage runs een beetje. En zelfs kans om like, Cyber Elf te gebruiken wat cool is. Alleen het is gewoon, zoals ik zei, de level design is een beetje te veel aan de, you know, als je een goed rank wilt, of tenminste wilt overleven, moet je de level eerder gespeeld hebben. Wat ik fucking vervelend vind. Voor het grootste gedeelte. Anders is het like, de verhaal. Is het like, you know, goed. Interessant. En wel en misschien wel een van de beste verhalen. En de muziek is gewoon, is gewoon goed. En you know what? Ik ben blij dat ze de remaster soundtrack erbij hebben gedaan. Voor like, de remix en shit. Of de remastering en shit. Kan je wachten om like, te weten hoe de remaster, like, de remakes, like, de remaster sounds is? Ik hoop ook dat ze echt een widescreen support erbij doen, want like, de serie zelf echt nodig heeft, maar, you know. In elk geval, is like, het is een leuk spel, wanneer je eenmaal, like, I guess, verder in het spel bent en door andere al die bullshit heen bent gekomen, maar, you know, voor sommige mensen is dat te veel gevraagd, om, you know, en het is niet in een slechte manier, right? Niet in een slechte manier bedoel ik, like, voor sommige mensen is dat niet zo leuk om eerst door al dat bullshit heen te gaan, om dan het spel leuk te vinden, you know? Ja. Yeah. Dat is het. Het is een leuk spel, maar het komt beter, van mijn mening. Iemand heeft de fucking bibliotheek van Elkje van No Game No Life gefucking maakt in VR chat. Nice.